Wil jij beginnen met beleggen of ben je net begonnen met beleggen? Blijf dan zeker kijken, want in deze video bespreken we de 10 meest gemaakte fouten door beginnende beleggers. Hey, mijn naam is Tim van langzaamrijken.nl. Aan mijn kanaal houden we beleggen en persoonlijke financiën simpel. Zoals ik al zei, bespreken we in deze video de 10 meest gemaakte fouten door beginnende beleggers. We beginnen meteen met tip 1 en dat is het niet hebben van een strategie. Het hebben van een strategie is ontzettend belangrijk als je gaat beginnen met beleggen. Je ziet dat veel beginnende beleggers zomaar investeren in bepaalde aandelen omdat ze die bedrijven kennen of omdat ze die bedrijven misschien interessant vinden, maar ze hebben geen strategie. Zorg ervoor dat je voordat je begint met beleggen weet welke verschillende manieren van beleggen er zijn, welke manier bij jou past en welke manier je gaat vasthouden. Je kunt op allerlei verschillende manieren beleggen, zoals bijvoorbeeld groeiaandelen, dividendaandelen of ETF's of indexfondsen. Allerlei manieren die je ook nog met elkaar kunt combineren. Zorg ervoor dat je in ieder geval een plan hebt, dat plan voor jezelf opschrijft en je aan dat plan houdt. De meeste beginnende beleggers die mij een berichtje sturen via Instagram zijn mensen die zeggen: ik wil beginnen met beleggen. Ik wil graag investeren in Facebook en Apple, want dat zijn bedrijven waar ik in geloof, waar ik vertrouwen in heb. En dat is dus precies hoe je het niet moet doen, want ze hebben geen idee waarom ze deze aandelen interessant vinden. Ze kennen de aandelen, ze gebruiken graag Facebook, ze hebben zelfs een Apple-telefoon. En daarom willen ze in die bedrijven investeren, want er zit dus geen plan achter. Dus zorg, stap 1, voor een strategie. De tweede fout die ik vaak terug zie komen is denken dat het makkelijk is. Beleggen hoeft niet heel moeilijk te zijn, maar het is zeker niet zo makkelijk als sommige beginnende beleggers denken dat het is. Tuurlijk, als jij een gemiddeld rendement wilt behalen en de markt wilt volgen, kan het vrij eenvoudig zijn door ETF's te kopen of aandelen die breed gespreid zijn, zoals bijvoorbeeld de hele AEX of de hele S&P 500. Ga ik in deze video niet verder op in, maar dat is een manier om eenvoudig te beleggen, een gemiddeld rendement te halen. Maar wat je ziet is dat heel veel beginnende beleggers denken dat ze heel makkelijk meer rendement kunnen behalen. En dat is niet zo. Als iets te mooi lijkt om waar te zijn, dan is het vaak ook te mooi om waar te zijn. Ik heb 2 voorbeelden. Het eerste voorbeeld zijn de cruises op dit moment. We hebben op dit moment voor de opnemen van deze video de gezondheidscrisis. De cruises liggen stil, de boten liggen aan de wal. Niemand gaat meer op vakantie. Dan kun je natuurlijk denken, alle cruises zijn 70, 80, 90% gedaald. Ik stop al mijn geld in die cruises en die gaan vanzelf weer terug naar het oude niveau, naar de oude prijs. Dan heb ik een heel mooi rendement. Nou, dat is dus niet hoe het werkt. Het kan zo zijn dat die cruises naar het oude niveau gaan, maar het hoeft absoluut niet zo te zijn. Dus het is echt niet zo makkelijk als dat je zou denken. Een ander voorbeeld is olie. Er wordt heel veel is er gaande nu op het gebied van olie. Verschillende landen zijn met elkaar in conflict eigenlijk over de prijs. Ze proberen afspraken te maken. De olie is heel erg hard gedaald. Wat je dan ziet is dat beginnende beleggers denken, weet je wat, ik koop of ik investeer nu in olie, want olie is zo hard gedaald, die zal weer omhoog gaan. Maar als het zo makkelijk is, dan klopt het niet. Risico en rendement zijn altijd met elkaar verbonden, onthoud dat goed. Je hebt een bepaald risico, daar hoort een bepaald rendement bij. Zit er een hoog potentieel rendement aan vast, dan zit er ook een hoog risico aan vast. Is het een wat lager potentieel rendement, dan is het waarschijnlijk ook een lager risico. Dat is iets wat je goed in je oren moet knopen, dat is altijd het geval. Er is geen manier om makkelijk, snel, veel meer geld te verdienen dan de rest van de markt. Je bent niet slimmer dan de rest van de wereld. Dus denk ook niet dat beleggen makkelijk is en een makkelijke manier is om heel veel geld te verdienen. Fout 3 is te veel naar andere mensen luisteren. Denk aan tv, RTLZ. Denk aan YouTube, naar mij, mijn kanaal. Denk aan andere mensen die beleggen op forums of op Facebookpagina's. Het is goed om je gedachten met andere mensen te overleggen. Dus ook te weten hoe andere mensen over bepaalde aandelen of beurzen denken. Waarom andere mensen denken dat een bepaald aandeel omhoog gaat, omlaag gaat. Hoe de macro-economie eruit ziet. Is interessant, is ook leuk om video's te kijken, tv te kijken. Maar zorg dat je altijd uiteindelijk je eigen conclusies eraan gaat hangen. Zelfs als een expert bij RTLZ zegt dat aandeel X ongetwijfeld keer 2, keer 3 gaat de aankomende jaren, hoeft dat niet zo te zijn. Ik heb eerder al een video gemaakt waarbij we oude voorspellingen van RTLZ hebben we vergeleken met de daadwerkelijke uitkomst. En dan zie je dat het meer dan de helft van de tijd niet uitkomt. Dat uiteindelijk niemand de markt kan voorspellen. Uiteindelijk is het idee van RTLZ natuurlijk dat ze zoveel mogelijk kijkers krijgen. En zoveel mogelijk geld ophalen door middel van advertenties op een tv-kanaal. En dat doen ze door onderwerpen te bespreken die mensen interessant vinden. En wat vindt iedereen interessant? Iedereen wil weten of een aandeel of een beurs omhoog of omlaag gaat. En daarom maken ze daar content over die jij vervolgens gaat kijken. Maar het is dus echt niet zo dat zij een glazen bol hebben en in de toekomst kunnen kijken. Ga nooit uit van wat iemand anders zegt, ook niet als het een expert is. Fout 4 is, momentje. Oh, sorry, ik was heel even mijn rendement aan het kijken. Fout 4 is namelijk te vaak op je telefoon kijken naar je rendement. Het is super makkelijk tegenwoordig. Je installeert gewoon de Giro-app bijvoorbeeld. En je kunt op ieder moment van de dag eigenlijk kijken hoe je investeringen erbij staan.
Vroeger was dat wel anders. Ging natuurlijk allemaal op papier. Kon je de volgende dag in de krant uiteindelijk de noteringen van de beurs zien. Dat was eigenlijk veel beter. Want wat je ziet is dat mensen veel te veel op de korte termijn gaan kijken. Ben jij iemand die elk uur zijn telefoon opent en naar zijn investeringen kijkt? Dan ben je waarschijnlijk een beginnende belegger. En misschien word je ook nog wel te veel gevoed door de korte termijn. Je ziet namelijk dat veel beginnende beleggers te veel op de korte termijn gaan kijken naar hun investeringen en ook zich daardoor laten beïnvloeden. Koop ik een aandeel omdat ik verwacht dat het aandeel op de lange termijn veel meer geld waard wordt, omdat ik geloof in het bedrijf en uiteindelijk denk dat over 10, 20 jaar dat aandeel veel hoger gewaardeerd staat, dan koop ik dat aandeel nu. En als het aandeel 10% zakt, is dat prima. Stijgt het aandeel 10%, dat is natuurlijk ook prima. Maar ik zorg ervoor dat ik niet meteen in paniek raak en niet dagelijks op mijn telefoon ga kijken om dat aandeel in de gaten te houden. Dus weet waarom je een aandeel koopt. Zorg ervoor dat je dus die strategie hebt. En koop je een aandeel vanwege de lange termijnvisie. Zorg er dan voor dat je niet in paniek raakt. Ja, als je op korte termijn wat verliezen ziet, dat is normaal. De markt gaat nooit rechtstreeks omhoog, altijd in golven. En zorg ervoor dat je niet beïnvloed wordt door de korte termijn winsten of verliezen die je op dit moment in de app op je telefoon kunt zien. Fout 5 heeft meteen ermee te maken en dat is je emoties mee laten spelen. Emotie is de grootste rendementkiller van particuliere beleggers. Onthoud dat echt goed. Emotie is heel erg belangrijk om dat zoveel mogelijk uit te schakelen. Emotie helemaal uitschakelen, dat kan niet. Dat zegt iedereen, je moet je emotie uitschakelen. Dat zou in theorie ook het beste zijn. Maar ik begrijp dat je emotie hebt. Ik heb ook emotie. Zie je in één keer dat de markt gehalveerd wordt omdat we een hele grote crisis hebben. Ja, tuurlijk speelt dan emotie mee. Maar zorg ervoor dat je geen beslissingen gaat maken op basis van die emotie. Fout nummer 6 is proberen te timen van de markt. Het timen van de markt kan niet, het is onmogelijk. Als jij iedere keer precies op het juiste moment verkoopt en koopt, dat kan gewoon niet. Er is niemand die dat ooit heeft gedaan. Als dat zo is, dan ben je de gelukkigste man op de wereld. Het timen van de markt heeft geen zin. Ik heb het zelf ervaren met crypto. Ik heb, voordat ik begon met investeren in aandelen, zat ik in crypto. En daar handelde ik eigenlijk op dagdagelijkse basis. Toen was ik bezig met daytrading. Daar kun je wel het een en ander zeggen over bepaalde niveaus waarop je in dat geval een crypto zou willen kopen of verkopen. Maar het echte timen van de markt en over de grote cyclus, het is gewoon onmogelijk. Je kunt niet in de dip kopen en op de top verkopen, want je weet niet waar de dip is en je weet niet waar de top is. Maak gewoon een plan voor jezelf hoe je gaat investeren. Dat kan zo zijn dat je al je spaargeld in één keer investeert, lump sum noemen ze dat. Het kan ook zo zijn dat je dat gespreid investeert voor een gemiddelde aankoopprijs, dat noemen ze dollar cost averaging. Voor mij is het zo dat ik iedere maand geld inleg. De aankomende 10, 20 jaar wil ik gewoon iedere maand een vast bedrag investeren in de wereldwijde economie. En op die manier een gemiddelde prijs kopen. Dat hoeft niet de beste strategie te zijn. Maak dus voor jezelf een plan. Maar zorg in ieder geval voor dat je je aan dat plan houdt. En in ieder geval niet probeert om die bodem te timen. Fout nummer 7 is het maken van te veel kosten. Binnen beleggen zijn heel veel onzekerheden. Eigenlijk is bijna niet zeker. Maar het enige wat wel zeker is, is dat je kosten gaat maken. Zorg er dus voor dat je die kosten zoveel mogelijk gaat drukken. Probeer zo weinig mogelijk kosten te maken. Dat kan op allerlei verschillende manieren. Dat kan als eerste al wanneer je begint met beleggen door de verschillende brokers te vergelijken. Ik heb ooit een vergelijking gemaakt van verschillende brokers en banken en gekeken wat de transactiekosten en de fees zouden zijn wanneer je daar gaat beleggen. Ik zal eventjes linken naar die video hier rechtsbovenin. Dan kun je daar in ieder geval kijken wat de prijs bij verschillende brokers en banken zou zijn. Zorg dus voor dat je bij een broker zit waar je zo laag mogelijke kosten hebt. Ik zit zelf bij DEGIRO vanwege de lage kosten. Daar kun je ook nog eens goed kijken hoe je die kosten kunt besparen. Of in ieder geval zo min mogelijk kosten kunt maken. Dus bij DEGIRO heb je bijvoorbeeld een kernselectie. Dat zijn 200 ETF's die je één keer per maand gratis kunt kopen of verkopen. Nou, die kun je dus al één keer per maand kopen zonder kosten te maken. Wil je toch losse aandelen kopen? Dat kan natuurlijk. Weet dan dat je bijvoorbeeld bij DEGIRO voor iedere beurs een fee betaalt. Iedere beurs betaal je één keer per jaar een fee. Het is maar €2,50. Maar zorg er dus voor dat je zoveel mogelijk aandelen op dezelfde beurs behandelt. Heb je al een aandeel bijvoorbeeld op Euronext in Parijs? Wil je een ander aandeel kopen en dat kun je kopen in Frankfurt of in Parijs? Koop het aandeel dan in Frankfurt of Parijs. Maar in ieder geval de plek waar je de minste kosten hebt. In Frankrijk heb je al een aandeel op die Euronext in Parijs. En zou je dus een extra aandeel kunnen kopen zonder dat je weer die fee betaalt voor die beurs. Er zijn natuurlijk allerlei andere kosten die daar ook mee spelen. Denk aan de verschillende fees voor de verschillende landen. Maar zorg ervoor dat je altijd goed kijkt naar de kosten. En altijd een weloverwogen beslissing maakt waarom je een bepaald aandeel koopt op een bepaalde beurs. Of waarom je een bepaalde broker kiest. En zorg ervoor dat die kosten zo laag mogelijk blijven. Punt 8 is een hele belangrijke en dat is het niet hebben van een financiële buffer. Dat is een van de grootste fouten en dat zit namelijk zo. Het is belangrijk om een financiële buffer te hebben en dat is belangrijk omdat je investeert voor de lange termijn. Als je gaat beleggen doe je dat met geld wat je voor de lange termijn niet nodig hebt. Dan heb ik niet over een paar maanden, zelfs niet over een paar jaar, maar meer dan 10 jaar, meer dan 20 jaar.
heb je dat geld eigenlijk niet nodig en moet je het niet uit de markt moeten halen. Wat je wel eens ziet bij beginnende beleggers is dat ze meteen al hun spaargeld investeren. En vervolgens zie je dat ooit wel eens de markt naar beneden gaat, zoals nu. We zitten in de crisis. Nou, je aandelen worden in één keer 30% minder waard. En dan komen ze op een punt waarbij ze het geld nodig hebben. Omdat ze een huis gaan kopen, omdat ze willen renoveren of een andere grote uitgave. En dat geld hebben ze niet, want het geld zit in die aandelen, in die investeringen. Wat doet men dan? Dan gaan ze die aandelen verkopen met verlies, omdat ze dat geld nodig hebben. En dan heb je dus eigenlijk je verlies genomen. En dat doe je omdat je op voorhand al niet een goede financiële buffer hebt. Zorg er dus voor dat je die financiële buffer hebt. Hoeveel? Dat moet je natuurlijk uiteindelijk zelf beslissen. Wat je vaak hoort is ongeveer 6 maanden aan uitgaven. Dus als je bijvoorbeeld 2000 euro aan uitgaven per maand hebt, zou je 12.000 euro aan spaargeld moeten hebben. Ik zelf hou het wat hoger aan, omdat ik uiteindelijk ook een huis zou willen kopen. Nou, dat zijn allerlei dingen die daarin meespelen. Maar zorg ervoor dat je voor jezelf bepaalt hoe groot die financiële buffer moet zijn. En zorg ervoor dat je uiteindelijk je investeringen nooit hoeft te verkopen, omdat je cashproblemen hebt. Omdat je niet genoeg cash hebt. Zorg dus voor dat die investeringen gewoon 10, 20, 30 jaar erin kunnen blijven zitten. En je nooit je investeringen hoeft te verkopen om uiteindelijk cash te hebben om andere zaken te betalen. Fout nummer 9 is geen rekening houden met belastingen en inflatie. Wanneer je gaat investeren wil je natuurlijk rendement maken. Je wilt dat je geld meer waard wordt. Dat kan in veel gevallen ook lukken. Dat is natuurlijk uiteindelijk de reden dat we het doen. Maar een fout die je vaak ziet is dat beginnende beleggers geen rekening mee houden dat ze ook belasting betalen over hun vermogen en ook inflatie mee moeten nemen. Nou, als eerste belasting. Je gaat ervan uit dat je belasting moet betalen over het vermogen dat je hebt. Je hebt tot een bepaald niveau kun je sparen en kun je vermogen hebben zonder dat je daar vermogensbelasting over betaalt. Maar er komt een punt waarop je wel vermogensbelasting gaat betalen. Ik ga in deze video niet precies zeggen hoeveel vermogensbelasting je moet betalen, omdat dat ieder jaar verandert. En ik deze video uiteindelijk maak in de hoop dat die de aankomende jaren ook nog gevonden wordt door jullie. Maar wil je berekenen hoeveel vermogensbelasting je moet maken, ga dan even naar de website van de Belastingdienst. Zoek naar vermogensbelasting en kijk daar hoeveel vermogensbelasting je moet betalen. Maar ga ervan uit dat je in ieder geval een deel van je rendement inlevert aan vermogensbelasting. Daarnaast heb je ook nog te maken met inflatie. Inflatie betekent eigenlijk dat je geld ieder jaar minder waard wordt. Als je nu 10.000 euro hebt, kun je daar nu meer voor kopen dan dat je over 10 jaar 10.000 euro hebt. Wanneer je bijvoorbeeld berekent hoeveel geld je over 30 jaar zou kunnen hebben, moet je er rekening mee houden dat dat geld dan minder koopkracht heeft dan nu. Dus van bijvoorbeeld die 100.000 euro dan kun je niet net zoveel kopen als bijvoorbeeld die 100.000 euro nu. Toevallig las ik gisteren een artikel op nu.nl dat er meer huizen in Nederland zijn boven een miljoen dan ooit tevoren. En dat heeft ook te maken met die inflatie. Tuurlijk heeft dat te maken met het feit dat de huizenprijzen steeds verder omhoog gaan, maar ook gewoon met die inflatie. Je zult zien dat uiteindelijk over, ik weet niet hoe lang, maar enkele tientallen jaren uiteindelijk alle huizen boven een miljoen zijn. Ga maar na als je nadenkt over hoeveel bijvoorbeeld jouw grootouders hebben betaald voor een huis. Dat kan zomaar eens 40.000 euro zijn, terwijl een gemiddeld huis nu toch wel 3 ton kost. Dat heeft dus te maken met die waardevermeerdering van een huis, zeker, maar ook met die inflatie. Dus weet dat je geld minder waard wordt, dat je ook vermogensbelasting betaalt en haal dat dus af van je rendement. Heb je een rendement van bijvoorbeeld 7% en betaal je bijvoorbeeld 1% vermogensbelasting en is de inflatie bijvoorbeeld 1,5%, dan zou je dus geen 7% rendement hebben, maar 4,5% rendement. Hou daar dus rekening mee. Fout 10 is het te vroeg gebruik maken van hefboomproducten. Hefboomproducten, ook wel leverage genoemd, zijn producten waarbij je gebruik maakt van geleend geld. Je kunt daarmee heel veel rendement maken, maar ook heel veel verlies maken. Nou zijn hefboomproducten niet per se fout. Het is niet zo dat je die niet zou moeten gebruiken. Maar wat je wel ziet is dat veel beginnende beleggers beginnen met hefboomproducten en daardoor meteen hele grote potentiële verliezen maken. Een hefboomproduct werkt eigenlijk heel kort gezegd zo dat wanneer bijvoorbeeld een aandeel 1% zou stijgen en je hefboom van 10 hebt, dat je 10% rendement op je investering hebt, maar andersom dus ook. Gaat het aandeel 1% omlaag, dan heb je dus 10% verlies. Je ziet dat veel beginnende beleggers snel rendement willen maken en beginnen met hefboomproducten, zonder dat ze eigenlijk echte ervaring hebben opgebouwd en weten wat ze kunnen verwachten in de markt. Wanneer je begint met beleggen met gewone aandelen, gewone ETF's, dan zul je zien dat het best wel lastig is om dus te timen, om te weten welk aandeel omhoog of omlaag gaat. En wanneer je dan met hefboomproducten gaat werken, kun je dus hele grote verliezen maken. Zorg dus voor dat wanneer je hefboomproducten gaat gebruiken, je precies weet hoe ze werken en dat je ook ervaring hebt opgedaan zonder hefboomproducten. Dus gewoon met normale aandelen, normale ETF's, met een eigen leverage van 1. Tot slot nog één extra bonuspunt, één extra fout. Je voelt het misschien al aankomen, maar fout nummer 11 is natuurlijk het niet abonneren op mijn kanaal. Vond je deze video interessant en wil je meer informatie over beleggen en persoonlijke financiën? Of volg je me al een tijdje, maar ben je nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Zorg ervoor dat je eventjes op die abonneerknop drukt. Vind ik leuk, kan ik zien hoeveel mensen mij volgen. Geef mij weer energie en hoop je snel terug te zien bij een van mijn volgende video's. Tot dan!